Beste ouders met kleine kalfjes. Het is weer de hoogste tijd om voor te lezen, want de nationale voorleesdagen staan weer voor de deur. De jury heeft dit jaar een prachtig prentenboek uitgekozen. Het is namelijk Boer Boris gaat naar zee. Niet alleen Boer Boris gaat graag naar zee, ik mag er trouwens ook graag zijn. Ik ben Boer Jan, bekend van het KRO-programma Boer zoekt vrouw. Ik wil jullie graag een aantal voorleestips geven. Voorleestip 1. Kies een leuk prentenboek uit, bijvoorbeeld Boer Boris gaat naar zee. Ik lees Lieselore heel vaak voor over koeien. Lieselore zegt dat heel tijd. Boer zegt ze heel tijd. Omdat ze gaat, des te vaker als je een boek gaat voorlezen, des te vaker komt dezelfde herkenning daarin voor. Voorleestip 2. Ga er interactie aan met uw kind. Een leuk middel hiervoor is het poppetje van Boer Boris. Hierdoor kun je vragen stellen aan en voor je kind. Het poppetje van Boer Boris is verkrijgbaar bij de bibliotheek. Voorleestip 3. Voorlezen kost weinig tijd en is erg leuk om te doen. Kies een vast moment, bijvoorbeeld voor het slapen gaan, en maak er een leuke en leerzame gewoonte van. Ik ga weer aan de slag. Gaan jullie nu ook voorlezen?